houd mijn microfoon goed voor mijn mond vlotten. We zijn onderweg. We gaan een tag halen. Joehoe! Ja. Daar is je. Hey. Zo. Zo. Ja. En terwijl we een tag gaan halen. Ellen kan helaas even niet zelf rijden. Wat was dat ook weer? Oh ja. Ja, het had wel gekund, maar dan hadden we geen intercom gehad. Klein audio defectje. Nee. Maar geeft niet. Wat er aan de hand is, geen idee. Ik weet wel dat het binnenkort opgelost gaat zijn. Hopelijk. We hebben een... er is een dure investering gedaan. Voor 4 personen Bluetooth besteld. Wat? Hé, wat? Oh, dat wist je nog niet, hè? God, niet waar! Ja. Dus ja, Dus. Nou, we gaan even op stil, dames en heren. Zo, ja. Oh, het is een beetje onnodig druk hier, zeg maar. Nou, kom, Bunny, gas erop. Woehoe! Gast het die lolly. Zo. Serieus, heb je ze al besteld? Wat heb ik? Heb je ze besteld? Ik heb ze besteld. Fucking hell. Oké, goed. Ja. Nou, goed. Maar goed, dat is een bijkomstig fijn... Plezante bijkomstigheid. Ja. Ja. Dan zijn je dus binnenkort van die draadjes af. En dan kunnen we dus ook gewoon op afstand met elkaar lullen. Gewoon zonder draadje. En dan kun je ook van de motor afstappen zonder draadje, zeg maar. Dat zal schelen. Ja. Als ik mijn motor dan... kan ik je niet meer doodpiepen als ik het verkeerd aansluit en zo. Als ik mijn motor dan neerleg op de Stelvio, dan hoor je ook gewoon... Dan hoor ik jou ook gewoon vragen, gaat het? Ja, precies. Ja, klein detail. Ja, als ik omga, dan kan je me gewoon vragen, want jij staat toch altijd op je motor? Ja. Ja, en dan kunnen we de filmpjes ook gewoon door laten lopen. Want dan hoef ik hem niet per se uit te schakelen op het moment dat ik afstap, zeg maar. Nee, dat is ook weer zo. Ja, die staat dan onder stroom, zeg maar, van de motor. Dus die moet ik eigenlijk wel uitschakelen als ik de motor uitschakel. Die bij mijn been, die kan eigenlijk wel doorlopen. Die heeft vanaf stroom. De batterij is gewoon leeg op een gegeven moment. Maar goed, maakt niet uit. Maar goed. Waar ik het eigenlijk even over wil hebben, want dit was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Dit is een sidestep. Maar ja, ik heb geen lampen. Net als je rechterbeen nu. Ha, ha, ha. Huh? Ook een sidestep. Sorry. Zelf lol. Laat maar. Waar wil je het over hebben, lieve? Vertel. Onze helmen. Onze helmen, yes. Ik ben aan zich super tevreden met Chewie. Al zich. Toen ik hem kocht, reed ik met max 60 naar mijn werk. Ik ben langs het bedrijf gereden en vervolgens met 60, 65 naar het werk gegaan. Toen had ik dit ding er nog niet op zitten. En dat ging prima. Het was echt een hele stille helm. Maar op een motor zoals deze, op mijn motor, met mijn kop, met mijn lengte, met enzovoort. Is het absoluut geen fijne helm op deze motor. Tenzij je dat ding erop zet. Want, en dan spreek ik puur voor mezelf. De wind slaat op je helm en het geeft een bak met herrie. Dat is echt niet te geloven. Echt niet grappig. Ik heb de Chewie Neotech 2. Ellen achter me, die heeft de Chewie Neotech 1. En die is over het algemeen gewoon zeer tevreden. Ik ben nog steeds tafelverliefd op mijn helm. Dat kan niet anders zeggen. Ja, nou, is eerlijkheidshalve is het wel zo. Zij is veel minder ervaren dan ik. Ja. En dat komt gewoon, ze is later begonnen met motorrijden. En ze maakt gewoon minder kilometers. Ja, en ik ben vanaf dag 1 vergiftigd door jou met je kuipen en de ruiten. Dus ik heb na mijn lessen niet meer op een blote motor gezeten. Dus niet meer vol in de wind. Dat maakt er ook wel wat verschil. Maar goed, ga verder met je vrouw. Ik wil niet lullig doen, maar kijk eens. Wat? Filet? Ja. Oh. Oeps. Nee, dat zal de motor zijn. Geloof ik. Althans. Zeg dat wel. Nog wel. er komt wel iets aan. Ik deed al rustig. Heel goed. Zo'n stadsbus moet je... Daar kun je bijna niet omheen kijken, zeg maar.
drie uur later. Ja. Natuurlijk anders dan als je rijdt, maar... Ja, dat geloof ik. De. Wat is het? Ja. Nou, je hebt een enorme camper. Je zet hem gewoon tussen de file, ja tuurlijk. Zo. Wat is er? Ja? Wat is er? Ik ben blij dat jij dat soort dingen wel doet. Ik zou het niet meer over te halen. Maar we zijn er wel uit. Woehoe! Ja, gewoon rustig kijken en rustig doen. En dat is ook een beetje wat ik bedoel met de ervaring. Ja. Die heb ik iets meer dan jij. Dat is absoluut een feit. Daarom. Oké, helmen. Zo, helmpje dicht. Horen jullie maar beter. Ja, de Shoei helmen. Nogmaals, ik ben er heel blij mee. Die wind op je voorhoofd. Zeker bij dit soort snelheden, snelheden. Als dat kapje daar bovenop niet er zit, dat kapje daar zo, dan heb ik echt last van de windgebrul van hier tot Tokio. Dat is echt niet grappig. Zelfs met gehoorbescherming word je gewoon moe van de herrie. Echt moe. En heel snel. Zo erg bulder tot op mijn hoofd. Ellen daarentegen, haar eigen motor, dat is een Honda Deville. Een 98er. Yes. Ja, 98er. We hadden daar eerst een kort ruitje op met twee van deze flip-up ruitjes. Tijdens de vakantie in 2020, augustus, is ze met een modderstroompje onderuit gegaan. Dat filmpje zouden jullie zo langzamerhand wel gezien moeten hebben, denk ik. Ik moet een beetje kijken wanneer ik wat ga editen. Ik ben heel druk bezig om de hele vakantie te laten zien. Sommige mensen vinden het heel leuk. Dat blijkt aan de aantal views, zeg maar, die dan richting de 100 gaat. En andere filmpjes worden gewoon heel slecht of eigenlijk niet bekeken. Die zitten dan rond god, wat zal het zijn, 30. Goed, ik kijk een beetje af. Shoei, help. Geen reclame. Ik word niet gesponsord. Als je nog geen 100 kijkers hebt, dan word je er zeker niet voor gesponsord. Maar daarentegen, desalniettemin, naar mijn idee, eerlijke review zoals ik vind dat de Shoei helm is. Ik heb de helm nu anderhalf jaar. Yes. Anderhalf jaar, misschien bijna zelfs twee jaar. Yes. Ik denk zelfs bijna twee jaar. Oktober twee jaar. Ja. Ik zal dat jaar, het eerste jaar, denk ik nog zo'n 15, 20.000 kilometer gereden hebben. Het tweede jaar max 10, denk ik. Ja, zoiets. Ik rijd nu gewoon een stuk minder. Werkzaamheden zijn veranderd. Andere locatie, ander voertuig erbij. Ja, doet er niet toe. Krijg gewoon iets minder. Al met al heb ik denk ik toch een beetje 30.000 kilometer onder deze helm zitten. En over het algemeen ben ik echt tevreden. Hij klapt niet naar beneden. Je mag met deze helm mag je open rijden. Vanwege de dubbele klik die erin zit. Ik heb geen idee wat die beveiliging precies is. Maar er zit een twee standen open in. Als je hem helemaal open hebt staan, klik, dan mag je dus open rijden. Of het verstandig is. Dat is persoonlijk. Ja, dat, daar zijn de meningen over verdeeld. Laten we het daar maar over houden. El, wat wil jij kwijt over jouw Shoei Neotech 1? Kijk, ik ben natuurlijk door jou aangestoken dat motorrijden. En in eerste instantie zat ik bij jou achterop met een soort van op maat gesneden jethelmpje. Ja. Nou, dat was voor wat we toen deden, was dat prima. Af en toe een klein stukje even tuffen. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daarin ook niet de herinnering van dat het rot zat, of dat het pijn deed, of wat dan ook. Nou, ik denk wel, want toen daarna hebben we op maat gesneden.
Ja, precies. Maar de herinnering, als in van, oh ja, dat was zo'n pijnlijk ding. Nee, die heb ik niet. Maar dat was wel zo, want anders hadden we het niet op maat gemaakt. Moet je overigens nooit zelf doen. Maar goed, in dit geval, goedkoop wegwerpfilmpje, als ik dat zo vrij mag zijn. Hebben we voor de time being, heeft Edi er een hele lieve aanpassing in gedaan, voor mij toen. En nou, toen ging ik lessen. En toen had ik al mijn eigen helm. Nee, niet in het begin. Nog niet in het begin. Nee. In het begin had je de helm van de rijschool op. Nou ja. Dat was op zich niet, ook niet verkeerd, maar nogmaals, ik had toen echt nul ervaring in wat je zoekt en wat je nodig hebt. Dus dat was op zich helemaal niet verkeerd. Ik vond het versier irritant, omdat het gekras was, dus je kon het niet dicht doen tijdens de rijden, dat weet ik nog. En toen ging op een gegeven moment we dachten van ja, je moet toch wel je eigen helm gaan hebben. Want we rijden nu wel dusdanig vaak dat het fijn is voor jou om je eigen helm te hebben. En toen lag in de lijn de verwachting dat ik niet heel lang bezig zou zijn met mijn rijbewijs. Little did we know. Maar goed, maakt niet uit. We hebben toen uiteindelijk gekozen om een eigen helm te gaan kijken. En het budget was niet super op dat punt. En we zijn winkel in, winkel uit. We hebben echt alles opgehaald en gepast. En weet ik het wat allemaal weer. Van Scorpio naar HDSC, naar Shewhart, naar weet ik veel wat allemaal weer. En de Shoei, deze, die Neotech 1, dat was de eerste. En tot dusver de enige helm die ik opzette. Dat ik dacht van, zo, dit zit fijn. Dat weet ik nog zo goed. Dat ik hem opzette in de winkel. Dat ik dacht, oh, maar dit is fijn. Ja. Je hoofd zit gewoon in een kussentje en het zit niet te zacht, maar zeker niet te hard. Ik voel geen drukpunten. Ik heb ook niet die Shoei Fit nodig gehad. Het zit gewoon super. Dat is vanaf dag 1 goed geweest. Ik kan niet anders zeggen. Het comfort is super. Ik vind de herrie vind ik ook echt niet noemenswaardig. Maar nogmaals, ik heb na mijn lessen nooit meer op een blote fiets in de wind gezeten. Dus zou ik nu vol in de wind gaan zitten, dan zou ik daar misschien anders over denken. Maar ik denk het niet. Wij dragen overigens allebei gehoorbescherming. Ja, ja. Absoluut. En blij toe. Nee, ik vind het een heerlijke helm. Dat kan niet anders zeggen. Qua inbouwen van de audio die we gebruiken is het ook nooit een probleem geweest. Daar is je ook nooit slechter van gaan zitten of knelpunten mee tegengekomen. We hebben aan de binnenkant niks hoeven verbouwen voor wat we nodig hebben. Althans wat we gebruiken aan audio. Straks met Bluetooth moeten we even kijken hoe dat gaat lopen. Maar het is gewoon heerlijk. Het is gewoon een super fijn helm. En dat. Het is, Het is een wat duurder helm. Dat was een beetje een oude factor toen wij de aanschaf. Ik dacht van, shit. Maar ja, anderzijds, ik heb er nog echt geen dag verpleit van gehad. Ik denk dat als ik een goedkopere helm had gekocht die dan net even niet goed had gezeten, of waar je net dat drukventje wel had gehad, had je er zelfs spijt van gehad. Ik heb hier zoveel plezier van en zo weinig ellende van. Ik ben hier helemaal gelukkig mee. Ja, lange review, maar toch. En jij hebt deze helm al 2,5, 3 jaar? Ja, 2,5 jaar. Ik ga naar de 3 jaar toe. Jij naar de 2, ik ga naar de 3. Ja, dus wat dat betreft, jij hebt dan wel iets minder kilometers onder je helm zitten, maar toch. Ja. We zijn ermee naar de Eifel geweest. Had je toen die witte helm ook al? Ja, 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 ja. Ja. Toen zijn we de tweede keer naar de Eifel geweest, volgens mij. Ja, en toen Vogesen erachteraan. Toen inderdaad de Vogesen nog. En de vakantie in de Alpen, zou ik maar zeggen, via de Vogesen. Ja. Wat dat betreft, ook jij hebt wel enigszins ervaring op die helm, zeker met uren rijden, want dat hebben we echt wel gedaan. Ja, dat hebben we zeker gedaan. En alle weersomstandigheden ook, hè. Vergeet even die regenbuien niet, mijn hemel. Oh mijn god. Ja, waterdicht. Zeer waterdicht, heel goed. Een helm is nooit waterdicht, maar voor een regenbui is die zeer geschikt. Ja, absoluut. En dan hebben we het niet over een regenbui, maar over een plensbui. Ja. Jongen, wat was dat? Ik heb er geen woorden voor. Nee. Oh, en wat de hitte betreft, hij heeft ook super fijne ventilatiepunten. Kijk, als je in de 40 graden al in de file op de motor zit, dan heb je het sowieso heet. Dan kan je niks aan veranderen. Maar de rijwindfactor, de koelfactor, die kan je hier helemaal mee afzetten. Bovenop heb je een klepje en je voorop heb je een klepje waar je gewoon lekker mee kan spelen tijdens het rijden. En dat koelt wel degelijk lekker af. Ja, bij de 1 heb je inderdaad een klepje bovenop en aan de voorkant. Yes. Bij mij heb je hem alleen aan de voorkant, want het klepje bovenop is weg. Dat staat sowieso open. Ai. Nou, dat is op zich niet vervelend. Als je het klepje aan de voorkant dicht hebt, dan... het is niet dat je koude lucht naar binnen trekt of zo. Nee, oké. Maar je hebt wel enigszins ventilatie. Nou.
Dus wat dat betreft... Ja, het is natuurlijk niet dat je een airco op je hoofd aanzet. Het is gewoon dat je een luchtstroompje hebt. Dat is fijn. Precies. Dus ja, wat dat betreft, ik zet even mijn scherm open, want anders kan ik mijn GPS-snelheid niet zo goed zien. En aangezien we hier in de trajectcontrole gaan rijden, of rijden inmiddels, dat weet ik eigenlijk nooit. Maar ik wil niet te hard rijden, dat wil ik sowieso niet, maar... Lekker beetje. Lekker. Heb je scheet gelaten? I wish. Oké. Nou, ik denk dat het wel een beetje was wat betreft de Shubi Neotech. Dus dat deel kunnen we nu eens een beetje handen uiten, denk ik. Ja, het is een heerlijke systeem, help. Dat kan ik nog wel toevoegen. En voor de rest, allemaal prima. Dan gaan we nu door naar de tank. Dan gaan we de tank halen. Yes. Dus voor de mensen die de review kijken, hebben bekeken, bedankt. Dan schakelen we nu door, pakken we een volgend filmpje en dan pak ik het begin erbij. En dan gaan we door naar de tank. Ja, ik ga eens even kijken hoe ik dat ga editen. Hè? Ja, hi. En dan komt nu de muziek. Nee. Dag.